kladdertje roze. Hier. En een kladdertje roze. Dus Pablo, Duff, Picasso. Rap blijft een kunst en was zo. Abstract is dies, visueel en toch cryptisch. Van realistisch naar cubistisch, impressionistisch. Vanuit de blauwe naar de roze periode. Verzet hem aan, want kopiëren is verboden. Een nieuwe lente en een nieuwe geluid. Want was die rapper kwam hij zo een stukje speakers wel uit. Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand. Wie is de mooiste, maar vooral de origineelste van het land? Het is de Pablo, D.E.F. Picasso. Hij kreeg die rem niet uit zijn hoofd en dacht, waarom is dat zo? Het was een ochtend, hij dronk zijn kopje koffie op. De ramen waren vochtig en hij dacht, ik ruim die rommel op. Zijn atelier te goor, hij liep zijn plannen door. Kijkelt in de spiegel waarin hij zich dagelijks schoor. Langs de daklijst, kroop een slak naar beneden. De straten van Parijs drijft nat van de regen. Hij rookt een rokertje en baande zich een baan. Denk altijd aan het circus, waarna die s'avonds weer zou gaan. Spiegeltje, spiegeltje, en hij stopt al. Want precies op dat moment viel zijn spiegel met de knal. Bovenop een schilderij, naast de gitaar die zielig zeurde door de klap op zijn gevoelige snaar. Hij liep er naartoe en stapte over de krant. Vanuit stand schoof hij met zijn voet wat rommel aan de kant. Lege sigarettenpakjes, velle papier. Hij wou de spiegel pakken, maar wat hebben we hier? Vlijmscherpe diggelen verschoven en ze rinkelden. De spiegel stak met scherven naar boven en ze twinkelden. Kijk nou eens goed wie nou de mooiste is, maat. Leek de spiegel nu te zeggen met gebroken gelaat. Picasso keek verbaasd in de scherven en lachte. Want die scherven brachten net tot scherpe gedachten. In elke punt zag hij een deel van zijn gezicht. Hij keek van dichterbij en zag een visueel gedicht over een gezicht. Maar van meerdere kanten belicht. En ze kregen licht de schilderkunst een ander aangezicht. Hoge ogen, lange wangen, oren van voren. En een nieuwe stroming in de schilderkunst was geboren. Dus Pablo, Duff, Picasso. Rap blijft een kunst en was zo. Abstract is dies, visueel en toch cryptisch. Van realistisch naar cubistisch, impressionistisch. Vanuit de blauwe naar de roze periode. Verzet hem aan, want kopiëren is verboden. Een nieuwe lente en een nieuwe geluid. Want was die rapper kwam hij zo een stukje speakers wel uit. Pablo Picasso was zo blij als een kind. En wat de resten van vindt, sloeg hij met verven in de wind. Is vonden tegenstander, zei je deed onnogelijk. Picasso zag dat anders, want het maakte veel meer mogelijk. Voorkant en zijkant, de achterkant en haar. Met portretten konden voort en alle kanten naast elkaar. Cubistisch en surrealistisch tegelijk. Zij die lachte, dacht even, laat de fuck, wat is hier rijk. Maar arm of rijk, Picasso ging altijd door. Als een bezetene met tekenen, zo ging hij ervoor. Zijn hele drukke leven tot een kunst verheven. En de wereld zo een visuele gunst gegeven. Met doeken en beelden van zijn pieken en tragieken. In alle soorten, maten, materialen en technieken. Tot geniaal benoemd, zo vernieuwend en beroemd. Dat in Amsterdam een koffieshop naar hem is vernoemd. Ha! Dus Pablo, Duff, Picasso. Rap blijft een kunst en was zo. Abstract is dies, visueel en toch cryptisch. Van realistisch naar cubistisch, impressionistisch. Vanuit de blauwe naar de roze periode. Verzet hem aan, want kopiëren is verboden. Een nieuwe lente en een nieuwe geluid. Want was die rapper kwam hij zo een stukje speakers wel uit. Dus Pablo, Duff, Picasso. 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 Dus Pablo, Duff, Picasso.